stenen zijn natuurlijk verpakt in plastic, hè, vanwege ook de stevigheid en het vervoer en de veiligheid daaromtrent. Maar als je dan plastic gebruikt, wil je dat wel op een zo duurzaam mogelijke manier. We gebruiken nu in onze nieuwe hoezen minimaal 30% recyclaat. En dat al in meer dan de helft van onze productiesites. We zijn ook aan het kijken om die 30% nog te verhogen. Dan wil je uiteindelijk ook kunnen bijdragen dat jouw hoes ook weer terug in dat recycleproces kan. En daardoor moet je ook heel kritisch kijken naar je bedrukking. Natuurlijk, om recyclaat te kunnen gebruiken, moeten we kunnen recirculeren. En daarom zijn we gaan kijken om ons logo en de bedrukking eigenlijk te verminderen tot minimum 10% van het totaal, zal ik zeggen. Daar hebben we dan nauw samengewerkt met de marketing. Hoe we dat kunnen doen, omdat eigenlijk het logo ook voor een steenverpakking eigenlijk de zichtbaarheid is naar de klant voor ons. Minder dan 10% van de hoes is bedrukt. Waardoor je nog steeds wel een mooie communicatie hebt op je hoesen, maar daardoor wel een hoes creëert die veel makkelijker het recyclageproces in kan. Omdat je dat stukje bedrukking eruit kunt halen, of omdat de bedrukking zo minimaal is dat die ervoor zorgt dat hij heel makkelijk weer een schone hoes creëert. De pallets zijn op dit moment wegwerppallets, wel van duurzaam hout, maar we werpen ze wel na eenmalig gebruik weg. Daar zijn we eigenlijk aan kijken van ja, kunnen we geen pallets gebruiken die terugkomen naar de productiesites. De grootste uitdaging waar we nu voor staan, is eigenlijk de handelaar mee te nemen in het verhaal en ook de sector. Dat we eigenlijk met iedereen samen dit verhaal mogelijk kunnen maken.